Hallo allemaal, welkom bij deze aflevering van Oppad met Roots.nl. Ik ben Bas en ik zal je gids zijn op onze ontdekkingsreizen over de mooiste fiets- en wandelroutes. Pak je wandelschoenen of zet je fiets maar alvast op de auto, laten we op pad gaan. Hou je vast, want dit is geen gewone podcastaflevering. Zet je zintuigen op scherp, want we gaan niet de typische weg op. Waar gaan we dan wel naartoe, hoor ik je vragen? Nou, we duiken in één fietsroute. Ja, je hoort het goed. Eén route, wel van maar liefst 2800 kilometer. Wat maakt deze route zo speciaal dat het een hele aflevering verdient? Nou, laten we zeggen dat het de crème de la crème is van de fietsroutes. Denk je dat de televisie en social media alles van Nederland al hebben onthuld? Fout. Er zijn geheimen die je alleen als fietser ter plaatse kan ontdekken. Het is als het verschil tussen een foto van een stroopwafel en het daadwerkelijk proeven ervan, vers van de markt. Ik kan jou horen denken, wat is deze route? Waar begint het? Waar eindigt het? Welke geheimen heeft het in petto voor ons? Geduld, geduld. We gaan er zo dieper op in. Kruip dichterbij, zet dat kopje thee klaar en maak je klaar om op de pedalen van je verbeelding te trappen. Het wordt een rit om te onthouden. Laten we de route eens onder de loep nemen, de ins en outs bespreken en ja, een paar juweeltjes opgraven die zelfs de doorgewinterde fietser zullen verrassen. Dit jaar, precies 200 jaar geleden, in de zomer van 1823, toen de wegen nog niet bezaaid waren met fietsen, maar met koetsen en paarden, ondernamen twee adolescenten een inspectietocht door het prachtige Nederland. Maar waarom, vraag je misschien af? Normaal gesproken gingen jonge mannen van adel een reis maken door Europa in die tijd, de Grand Tour, ook wel genoemd. Maar op aandringen van zijn vader ging Dirk van Hogendorp, samen met Jacob van Lennep, het gloednieuwe Koninkrijk der Nederlanden verkennen, dat slechts 8 jaar eerder was gesticht. Deze fietsroute is een meesterwerk dat zorgvuldig is uitgestippeld, aan de hand van de plaatsen en bezienswaardigheden die Van Lennep in zijn reisverslag heeft opgetekend. Met deze route kun je Nederland van toen vergelijken met dat van nu. Dus, hoe kunnen wij, moderne avonturiers, in de voetsporen treden van deze 19e-eeuwse ontdekkingsreizigers? Dat is waar de magie begint. Ik stel je voor aan de Jacob van Lennep-route. Een fietsroute die niet zomaar een paar kilometers beslaat, maar een adembenemende 2800 kilometer, opgedeeld in 42 etappes. Ik zal je in deze aflevering proberen mee te nemen naar het jaar 1823. Het zal je verbazen hoeveel dingen nog hetzelfde zijn. Het was een tijd van koetsen en kaarslicht. Zie je het voor je? Twee jonge heren, gekleed in statige kleding, klaar om een avontuur aan te gaan dat de geschiedenisboeken zou halen. Wist je dat in 1823 de wijzers van de klok op een hele andere manier tikten? Er bestond namelijk nog geen standaard tijd. Stel je voor, de klok in Amsterdam liep niet gelijk met die in Nijmegen of zelfs een naastgelegen dorp. Je kon haast door de tijd reizen door gewoon Nederland te doorkruisen. Marty McFly zou er trots op zijn. En dan de wegen. Of ja, meer karrensporen. Zie je auto's? Fietsen? Nee. Dit was een tijd waarin het paard je trouwste metgezel was. Om grote afstanden te overbruggen was je aangewezen op de trekschuit of een koets. Over de meeste wegen en waterwegen werd je geacht tol te betalen. Maar lang niet overal kon je gebruik maken van de paardenkrachten. Dan werd er gelopen. Veel gelopen. En heb ik nog een weetje voor je. Namelijk de schoenen. Er was geen linker of rechter schoen. Ze waren hetzelfde. Alsof je twee linkerhanden hebt, maar dan aan je voeten. Kun je je voorstellen hoe ze over keien en modderige paden moesten wandelen met schoenen die niet eens wisten of ze nou links of rechts moesten zijn? Hun voeten moeten aan het eind van de dag gezongen hebben als een koor ontevreden sopranen. De twee jonge heren met hun dagboeken en pennen namen de uitdaging aan alsof het hun dagelijkse kost was.
Wellicht waren de blaren op hun voeten hun medailles van eer. En elk verhaal dat ze verzamelden was een schat die ze koesterden. Hoe zouden wij het doen in hun schoenen? Zouden we de moed hebben om zonder navigatie, comfortabel schoeisel en moderne technologie de open weg te omarmen? Onze twee dappere reizigers, Jacob en Dirk, deden dat met verve. Door hun ogen gaan we de pracht van Nederland ervaren. Wat een waar lappendeken vormt van afzonderlijke landen die we nu provincies noemen. Maak je klaar voor een inspectietocht zoals in de zomer van 1823. Klaar om op te stappen en samen met ons het avontuur aan te gaan? Mooi zo. Laten we de ketting smeren en gaan. Eerst maken we kennis met onze hoofdrolspelers. Fietsers en wandelaars opgelet. Heb je ooit het gevoel gehad dat je vastzit in een sleur, dezelfde oude paden keer op keer bewandelt? Heb je ooit afgevraagd wat voor prachtige routes zich net om de hoek bevinden, wachtend om ontdekt te worden? Wij hebben iets voor jou. Stel je voor dat je toegang krijgt tot een schatkist met meer dan 150.000 fiets- en wandelroutes direct vanaf je telefoon. Maak kennis met de route.nl-app. Met onze app ontdek je verborgen juweeltjes en verken je nieuwe gebieden. Of je nu zin hebt in een rustige wandeling door het bos, een fietstocht langs kronkelende rivieren of een stedelijke ontdekkingsreis, route.nl heeft het allemaal. Maar wacht, er is meer. Bewandel je graag je eigen pad? In de app kun je ook gemakkelijk je eigen routes maken. Ja, je hoort het goed. Of je nu een ontspannen zondagmiddag plant of een meerdaagse tocht, met of zonder knooppunten van adres naar adres, de kracht ligt letterlijk in jouw handen. Dus avonturiers, wat houd je nog tegen? Het is tijd om je wandelschoenen aan te trekken, je fiets uit de schuur te halen en de wereld op een heel nieuwe manier te verkennen. Download de route.nl-app vandaag nog en ontdek waar het pad je naartoe leidt. Vind, maak en navigeer fiets- en wandelroutes met route.nl. Powered by Routiek. Heb je ooit gehoord van Jacob van Lennep, de politicus, en zijn trouwe metgezel Dirk van Hogendorp? Nee? Laten we beginnen bij de man die de tocht initieerde, Dirk van Hogendorp. Een ingetogen man met een wat stille aard. Hij was als een van die vrienden die altijd een boek voor zich heeft. Maar vergis je niet, zijn achtergrond was niet mis. Zijn vader, Gijsbert van Hogendorp, was van adel en een grote speler in de politiek. Hij had onder meer zijn vingers in de pap bij de totstandkoming van de grondwet in 1814. Vader van Hogendorp hielp koning Willem I op de troon. Hij vond het belangrijk dat zijn zoon Dirk de Nederlanden ging ontdekken. En dan hebben we Jacob van Lennep. Dat was mijn karakter hoor. Met zijn charmante glimlach en welbespraaktheid was hij het type dat een feestje binnenstapte en de boel op stel te zetten. Had hij in deze tijd geleefd, dan was het een graag geziene gast geweest in een van de televisieprogramma's. Door Jacobs reisverslagen hebben wij nu de mogelijkheid om deze tocht te herbeleven. Ook van Lennep kwam niet zomaar uit de eerste beste familie. Nee, meneer was een tellig uit een familie die zo rijk was dat ze in die tijd waarschijnlijk een eigen versie van Monopoly hadden. Maar hij was niet van adel. En dat betekent dat je ondanks al je geld toch van een lagere klasse was. Jacob was een ware duizendpoot. Zo was hij schrijver, dichter, ondernemer, politicus en ook bijvoorbeeld uitgever van Multatuli. Och, de ironie van het lot. Kun je voorstellen dat onze held Jacob van Lennep, de vrolijke levensgenieter, eigenlijk niet de eerste keus was? Het is alsof je je favoriete band wilt zien, maar de tickets zijn uitverkocht. Uiteindelijk eindig je bij een ander concert om er vervolgens achter te komen dat die tweede band eigenlijk veel leuker is. Jacob en Dirk, ze kenden elkaar van de universiteit. Ze studeerden samen rechten aan de Universiteit van Leiden, waar ze waarschijnlijk meer bier dronken dan boeken lazen. Maar goed, dat is slechts mijn gok. Dus daar heb je het. Jacob, de feestganger met een hart voor avontuur. En Dirk, de stille denker met een honger naar kennis. Wat een duo, hè? Als een 19e-eeuwse versie van een buddyfilm. Samen vormen ze het dynamische duo dat de geschiedenis in zou gaan als de reizigers van de zomer van 1823.
al was hun relatie niet bepaald vlekkeloos. Daar komen we later nog wel op. Heeft deze reis, zoals in de meeste films, een happy end? We gaan erachter komen. De Jacob van Lennep fietsroute is geïnspireerd op het boek De Zomer van 1823. Deze route, samen met het boek, laten je voelen alsof je naast Jacob en Dirk fietst. Van het ene pittoreske dorpje naar het andere, door groene velden, langs glinsterende rivieren en bijzondere bezienswaardigheden. Een beleving, zou ik zeggen, van ongekende proporties. Wat ga je zien? Wat ga je beleven? Zet je zintuig op scherp, je gaat dat allemaal ontdekken. Samen duiken we de geschiedenis in, de verhalen en ja, de avonturen van Dirk en Jacob. Tijdens de reis stopten de twee bij veel bezienswaardigheden. Dit werd dan ook uitvoerig beschreven in de reisverslagen. En deze verhalen zijn zeer de moeite waard om erbij te pakken. Verrassend genoeg zijn er nog veel bezienswaardigheden waar je anno nu nog naartoe kunt. De route begint in Amsterdam. Al daar trekt de route slingerend naar boven. In 1823 bezochten Jacob en Dirk bijvoorbeeld het Tsaar Peterhuisje in het Noord-Hollandse Zaandam. Dit houten huisje uit 1632 is vernoemd naar de Russische tsaar, Peter de Grote. Die heeft hier maar liefst 8 dagen in het huisje gelogeerd. Het reisverslag was niet het enige bewijs van hun bezoek. Er hangt daar ook een plaquette met een tekst van Jacob van Lennep tegen de muur. Mocht je het niet kunnen vinden, vraag maar aan het museumpersoneel. Waarschijnlijk hebben ze nog een leuk verhaal. Via Enkhuizen kwamen ze aan wal in Urk. Bij het aanmeren waren de Urkers in de veronderstelling dat de koning hen een bezoek kwam brengen. Moet je voorstellen met hoeveel allure de twee daar arriveerden. Wat een teleurstelling voor de Urkers. Die in alle rep en roer hun eiland en kant aan het maken waren. En toen bleek dat het de koning helemaal niet was. In Friesland werd de tocht verder gezet, op koers naar Franeker, met sterren in de ogen, dankzij het IJzer-IJzinga planetarium. Dit bezoek is ook een zeer vermakelijke anekdote. Zou die meneer IJzinga echt zo knorrig zijn geweest, zoals Jacob het beschreef? Of zou van Lennep zelf iets te diep in het glaasje hebben gekeken voor hij binnenstapte? Waar Jacob zelf nog aan de planeet heeft mogen draaien, mag dat nu helaas niet meer. Maar je treedt letterlijk in de voetsporen van Lennep wanneer je hier een bezoekje aanbrengt. De twee bezochten nog veel meer bijzondere locaties, zoals het praalgraf van vestigingsbouwer Menno van Koehoorn in het Friese Wijkel. De tocht vervolgt richting Groningen om de veenkoloniën te bezoeken. In de stad Groningen, daar hebben de heren het boks uitgevonden. Nou ja, Jacob en Dirk deden alsof met een vechtpartij die de geschiedenisboeken haalde. Het Gidon, meanderend naar Drenthe, zwaaien naar de Zuiderzee en dan terug de Achterhoek in. Hier in de buurt van Enschede zul je zelfs even de grens overgaan, namelijk naar Bad Bentheim. Ja, onze vrienden konden de verleidingen van het buitenland toch niet weerstaan. Ze gingen naar het Duitse Bad Bentheim om een gokje te wagen in het casino. Snel terug Nederland in, om via Arnhem weer in westelijke richting door te trekken. Vergeet niet bij Oosterbeek even bij het graf van onze Jacob van Lennep te stoppen. Dit zouden de twee ook zeker gedaan hebben. Gewoon een kort bezoekje. Een beetje zoals je een goede oude vriend groet. Via Den Bosch ga je naar het noorden, naar Amersfoort, om via Utrecht en Breda af te dalen naar Zeeland. Als je inmiddels de route bekeken hebt of het een beetje voor je ziet, valt het je wellicht op dat ze Limburg niet aandoen. Dat klopt. In 1823 was dit namelijk nog geen onderdeel van de Nederlanden. Terug naar Zeeland. Haal diep adem. Proef de zee. En dan, als een plotwending, Delft. De route eindigt in Delft. Waarom in Delft, schreeuw je bijna. Niemand weet het. Hier stopt abrupt de verslaglegging. De geleerden krabben zich nog altijd achter de oren. Jacob en Dirk, het onafscheidelijke duo. Ja. Onafscheidelijk, zo vlekkeloos was hun relatie nu ook weer niet. Een ruzie maakt een einde aan het avontuur. Hier zien ze elkaar voor het laatst.
Jullie kennen vast wel de geweldige Route.nl-app, waar we het eerder over hadden. Maar heb je al gehoord van de magische upgrade die jouw avonturen naar een heel nieuw niveau tilt? Maak kennis met Premium. Nu, stel je voor dat je een persoonlijke assistent hebt die je begeleidt tijdens de tochten, zodat je minder op de route hoeft te letten en meer van je omgeving kunt genieten. Met de Premium upgrade krijg je stembegeleiding die je bij elk knooppunt aanwijzingen geeft. En dat is nog maar het begin. Met Premium kun je onbeperkt routes opslaan. Dat is alsof dat je een oneindige kluis hebt voor al jouw avonturen, direct in je zak. Maar wacht, wat als je in een gebied bent zonder bereik? Geen nood, met Premium kun je jouw routes offline opslaan, zodat je je avontuur kunt voortzetten, zelfs in de meest afgelegen gebieden. Laat je niet verrassen. Nu denk je vast, dit klinkt geweldig, maar wat is het addertje onder het gras? Het verbazingwekkende is dat er geen addertje onder het gras is. Route.nl Premium kost slechts €14,99 per jaar. Dat is minder dan een kopje koffie per maand voor een eindeloos aanbod aan avonturen. En omdat we zo overtuigd zijn dat jij Premium geweldig zult vinden, bieden we jou de kans om het 7 dagen gratis uit te proberen. Ja, helemaal gratis. De proefperiode stopt vanzelf zonder dat je ergens aan vastzit. Dus avonturiers, waar wacht je nog op? Download nu de Route.nl-app, upgrade naar Premium en laat het avontuur beginnen. Terwijl onze helden van weleer, Jacob en Dirk, zich een weg baanden door de prachtige Nederlanden op zoek naar ervaring en kennis, kunnen we niets anders dan ons afvragen: wat als we hun avontuurlijke geest vandaag zouden vangen en in onze fietstassen zouden stoppen en hetzelfde gaan doen? Want laten we eerlijk zijn, is Nederland niet als een schatkist? Laten we eerlijk zijn, is Nederland niet een schatkist van verscheidenheid? Zelfs vandaag de dag? Elk stukje land heeft zijn eigen smaak, zijn eigen accent, zijn eigen verhaal. Van Broek in Waterland rondom Amsterdam tot de Duivelsberg in Nijmegen. Oh, en vergeet de prachtige waterwegen in Friesland niet, waar je bijna in Venetië waant, maar dan zonder pizza en pasta. Maar is dat niet juist het punt waarom we juist in Nederland op expeditie gaan in plaats van in Europa? Nederland is als een doos bonbons. En zoals Forrest Gump zei, je weet nooit wat je gaat krijgen. En de fiets, die glorieuze tweewieler, is je paard, je koets, je trekschuit. Stel je voor dat je door de velden van de Bollestreek fietst, de geur van tulpen in de lucht, en dan door naar een oud vestigingsstadje, waar je een kopje koffie drinkt alsof dat het 1823 is. Zie een gevel met een jaartal van voor 1823, dan is de kans groot dat Jacob deze ook gezien heeft. Het doel van Jacob en Dirk was om de Nederlander te ervaren, de essentie ervan in te ademen, te kunnen verplaatsen in de burgers. En nu? Hier zijn wij, met dezelfde kans, hetzelfde land, maar met nieuwe verhalen die op ons wachten. Het meeste haal je uit deze inspectietocht door je te verdiepen in de tocht van Jacob van Lennep. Bij iedere etappe krijg je in de omschrijving meer informatie over de bezienswaardigheden en ook verwijzingen naar het boek De Zomer van 1823. Niet echt een boekenworm? Er is ook een televisieserie, gepresenteerd door Geert Mak. En zelfs ook een radioserie. Maar let op, net als bij elke goede speurtocht zijn er soms wat variaties in de route, omdat praktische overwegingen ons op de tenen tikken. Vrees echter niet, de essentie blijft onveranderd. En als kers op de taart zijn de meeste routes zo handig uitgekiend dat ze beginnen en eindigen bij een treinstation. Het is alsof dat iemand heeft gezorgd dat er altijd een koud biertje voor je klaarstaat aan het einde van een lange dag. Dus mede-inspecteurs, laten we onze fietsen bestijgen met de geest van Jacob en Dirk als onze gidsen. Laten we proeven, ruiken, luisteren en ontdekken. Laten we de verhalen van het land verzamelen en ze koesteren zoals de schatten die ze zijn. Nederland wacht op ons. En wat een glorieuze ontdekkingstocht zal het zijn. Fiets je mee? Ga naar route.nl/vanlennep aan elkaar
voor meer informatie, de etappes en overzichtskaart. Voordat we afscheid nemen, heb ik nog een klein verzoekje. Als je hebt genoten van deze aflevering, zou je dan alsjeblieft op de abonneerknop willen drukken? En weet je, 5 sterren zouden ons niet teleurstellen. We willen dolgraag jouw verhalen horen. Deel je eigen ervaringen met de routes op Instagram, Twitter of Facebook met de hashtag oppadmetroute.nl. En als je een briljante tip of suggestie hebt voor de volgende aflevering, laat het ons dan vooral weten of spreek het in via Spotify. Zo, dat was het dan voor deze aflevering van oppadmetroute.nl. Dankjewel voor het luisteren. Volgende keer gaan we weer op avontuur. Graag tot dan!